VR-headset meet veel meer dan alleen maar een smartphone. En je kunt letterlijk meten waar iemand zijn hoofd op richt en sommige headsets ook waar die naar kijkt. Je kunt kijken welke applicatie iemand gebruikt, wanneer, hoe lang, met wie. Ja, privacy is een heel belangrijk ding, maar ook ja, waar stel je je mensen aan bloot? Welkom bij de SURF podcast. SURF is de ICT-samenwerksorganisatie van Onderwijs en Onderzoek in Nederland. Ik ben Sanne Koenen en dit is deel 2 van het gesprek dat ik even geleden had met Paul Melis van SURF en Donna Schipper van het Center for Innovation, onderdeel van Universiteit Leiden, over extended reality in onderwijs en onderzoek. In dit tweede deel gaat het gesprek verder over de ethische kant van deze nieuwe technologieën en de toegankelijkheid ervan. Net al een aantal praktische drempels waar je toch tegenaan loopt, de materialen, de software, dat soort zaken. Maar ik hoorde jou net inderdaad ook vertellen over de grote bedrijven eigenlijk die nu nog met name hiermee bezig zijn en die markt in handen hebben bijna. Nou hebben we allemaal waarschijnlijk in de afgelopen tijd een social dilemma gezien over de social media bedrijven en hun macht en het gebruik van data van hun gebruikers op hun platformen. Als je het nog niet gezien hebt, het is een aanrader om te kijken, een eye-opener. Nou wordt er ook over deze technologie gesproken, over de ethische aspecten ervan en eventuele bezwaren die daar uit voortkomen. Als je kijkt naar de social media bedrijven, dan waren ze daar eigenlijk te laat mee om daar over na te denken. Nu komt dat gesprek gelukkig met de ontwikkeling al op gang. Hoe kijken jullie daar tegenaan? De ethische kant van de ontwikkeling van VR. Paul, kan jij daar wat over zeggen? Nou, er is een hele lijst ethische bezwaren die je op kunt noemen. Er zijn twee mooie rapporten van het Rathenau Instituut uitgebracht. Die raad ik iedereen aan om te lezen als ze dat interessant vinden. Eén gaat over VR en ander over AR. VR op dit moment, als je kijkt naar hoe de technologie eigenlijk in de markt gezet wordt, is heel erg een consumentendevice. Met name Facebook is heel hard bezig om die headsets te verkopen. Er gaan ook geruchten dat de Oculus Quest 2, wat een flagship headset is, onder de kostprijs verkocht wordt om er maar zoveel mogelijk weg te schuiven. Maar Facebook positioneert het ook gewoon als een uitbreiding van hun sociale media platform Facebook. Ze zien dat gewoon als hetzelfde ding. Je moet ook een Facebook account hebben om die headset te kunnen gebruiken, wat echt voor heel veel mensen een bezwaar is. Een docent bijvoorbeeld wil niet zijn studenten verplichten een Facebook-account aan te moeten maken, alleen maar om een VR-experiment te doen. En je weet natuurlijk niet precies wat Facebook met al die data doet. Want een VR-headset meet veel meer dan alleen maar een smartphone. En je kunt letterlijk meten waar iemand zijn hoofd op richt en sommige headsets ook waar die naar kijkt. Je kunt kijken welke applicaties iemand gebruikt, wanneer, hoe lang, met wie die samen bezig is. Dus er zijn zo ontzettend veel privacy issues. Alleen al op dat stuk. Ja, dat is echt een uitdaging. En dat is één. En dan heb je los daarvan in VR, omdat het zo immersief is. Het lijkt echt, als je dat heel goed bouwt. Je kunt mensen echt een trauma aandoen als je dat niet goed doet. Je kunt mensen ontzettend laten schrikken met de beelden die je laat zien of de geluiden die je laat horen en de combinatie daarvan. Ja. Dat vond ik wel interessant, want jij noemde net, daar ben ik het zeker mee eens, dat je deze technologie heel goed kan inzetten voor bepaalde experimenten waarbij je eigenlijk je deelnemers wilt exposen aan een bepaalde situatie. En dan kun je soms dingen doen die in de echte wereld niet kunnen, die misschien niet mogen of die niet veilig zijn in de echte wereld. Maar dat betekent niet kijk, de virtuele wereld is eindeloos. Je kunt daar van alles doen wat je wilt. Het is eindeloos, maar dat betekent niet dat je ook mensen kunt blootstellen aan dingen die eindeloos zijn. Je moet nog steeds daar ook die ethische bezwaren of ethische vragen in meenemen. En dat geldt ook in het onderwijs, denk ik. En privacy is een heel belangrijk ding, maar ook waar stel je je mensen aan bloot? Ik denk wat een interessant punt daar nog is de vraag. Die je misschien ook wel hebt als je op Facebook rondscrollt. Je hebt het gevoel dat je zelf in controle bent, maar ondertussen word je eigenlijk de hele tijd gemanipuleerd. Dat kan met alles wat is geprogrammeerd en wat is bedacht door een groter systeem. En dat is ook in de virtuele wereld het geval. En als jij voor het eerst in een soort VR-sociale wereld komt, waar dus allemaal andere avatars zijn die door mensen bestuurd worden, dan voelt het alsof je in een hele vrije wereld bent. Maar er zitten wel degelijk grenzen aan wat je daar kunt doen. En
ja, dan gaan eigenlijk gaat de virtuele wereld en jouw echte belevingswereld gaan dan een beetje in elkaar blenden. En het wordt dan een beetje onduidelijk. Wat zijn mijn persoonlijke grenzen? Wat kan ik fysiek misschien niet? Of wat wordt eigenlijk door die wereld bepaald? En wat is eigenlijk door de programmeurs en de ontwerpers van die werelden zo bedacht? En dat is ook, ja, dat is iets wat denk ik breder is dan alleen in AR, VR hoor. Maar dat is wel, omdat het juist vaak over ruimtelijke werelden gaat, die steeds meer lijken op de echte wereld, is dat denk ik ook een interessant punt. En ja, en ook de toegankelijkheid in het algemeen kan een ethisch bezwaar zijn. Kijk, misschien zijn er, wat ook nog wel steeds een uitdaging is soms, we weten nog steeds niet precies in hoeverre mensen nou bepaalde werelden en virtuele objecten hetzelfde ervaren. Er zijn ook sommige mensen die worden nog steeds misselijk van de nieuwste ervaringen. Terwijl andere mensen zeggen, nee, dit is echt veel beter dan wat we 20 jaar geleden hadden. Dat was echt verschrikkelijk. Dan zat je nu kotsend op de grond. Maar ja, er zijn ook nog steeds mensen die nu niet overal tegen kunnen. Of die misschien een bepaalde zichtbeperkingen hebben. Of andere accessibility issues die op kunnen spelen. En ja, dan kan je ook de vraag stellen, van als die issues zo groot kunnen zijn, in hoeverre moet je dan wel altijd hier groot in investeren? En ik ben echt ik hou heel erg van het medium hoor, maar ik denk wel dat het allemaal belangrijke punten zijn. Ja, inderdaad. Nou, dat is denk ik precies de vraag waar we nu misschien wel staan. Dan, of tenminste, of we daar nu staan. Zo is het waarschijnlijk op dit moment ook nog niet. Maar het is wel iets belangrijks, denk ik, om over na te denken op het moment dat deze technologie verder wordt ontwikkeld. Hoe zorg je er nou voor dat, ja, dat je niet, zoals je nou, op de social media platform hebt gezien, dat daar ook gewoon hele, eigenlijk echt hele echte consequenties in verkiezingen of in conflicten zijn gekomen vanuit zo'n sociale wereld, dat toch ook wel gevaren met zich meebrengt. Ja, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat die ethische discussie en eventueel de kaders die daarvoor moeten komen gelijk opgaat met ontwikkeling? Ja, dat lijkt me een heel generiek probleem natuurlijk met alle technologie. We hebben hier die elektrische steppen overal rondrijden op de weg, omdat iedereen die geweldig vindt, ja, die mogen helemaal niet de weg op volgens mij. Er is geen wetgeving voor. Nou, dat is gewoon omdat de politiek en de wetgever naar achter loopt. Mm-hmm. Dus dat, ja, voor VR en AR is dat niet anders, maar daar is het wel heel belangrijk om dat nu al aan te gaan. Ja, en dat blijft ook wel zo, denk ik. Dat blijft altijd zo. En dat is ook de soort van fase waarin wij nu zitten. Van wij zijn eigenlijk gewend aan het kunnen experimenteren. En het willen experimenteren, allerlei verschillende hardware gebruiken, daar verschillende content mee maken en kijken wat kun je hier nou mee en wat doet dit. Maar ja, op een gegeven moment, we zijn nu op een punt, in ieder geval bij Leiden en ik denk ook op andere plekken soms wel, waarbij je eigenlijk, je wilt het breder aan kunnen bieden aan meer studenten, je wilt onderzoekers eigenlijk allemaal toegang geven tot deze technologie, maar we zijn nog niet zo ver misschien. En dan vragen mensen, wat moet ik dan hebben qua hardware of welke software kan ik dan het best gebruiken? Ja, die vraag kunnen we niet direct beantwoorden. Dus dat is wel jammer eigenlijk. Dat je wilt ook kunnen blijven experimenteren, dus je wilt misschien ook nu nog geen grote keuzes maken. Dat heeft ook weer te maken met het fenomeen, het ecosystem lock-in, wat je misschien niet wilt bereiken. Dat gaat eigenlijk over als je eenmaal je hele bedrijf of universiteit op Microsoft hebt zitten, ja, dan blijf je daar wel op zitten. En dat is heel fijn voor zo'n bedrijf, want het is een heel groot proces. Dat is niet zomaar even gedaan om te zeggen, nou, volgend jaar gaan we naar HP of naar Apple. En dat kan ook. Ja, dat is eigenlijk met deze devices precies hetzelfde. En daarbij is het ook nog zo dat deze devices liggen, de hardware en de software, vaak ook wat meer aan elkaar gekoppeld. Dus als jij een device van HTC Vive koopt, dan heb je ook alleen toegang tot de software die geschikt is gemaakt voor HTC Vive. En het is nog niet zo, zoals wel wat meer bijvoorbeeld in de webstandaarden het geval is. Websites worden tegenwoordig zo gemaakt dat je ze op elke browser kunt bekijken. Nou, dat was vroeger ook niet altijd zo. Ook met software voor je computer. Je kon bepaalde programma's die wij nu dagelijks gebruiken, waren dan alleen voor Microsoft of Windows of alleen voor Mac. En tegenwoordig wordt dat wel iets meer gezien als van standaard. Nee, dat moet gewoon overal beschikbaar zijn. Alleen in de VR-wereld is dat nog niet helemaal zo. Daar is wel, wordt wel ook aan door de community aan gewerkt. En er zijn OpenXR, WebXR, allerlei standaarden worden er bedacht, maar die zijn ook nog niet helemaal geadopteerd. Dus dat is ook nog een
uitdaging, denk ik. We hebben het nu vooral over VR. Nou, bij AR spelen eigenlijk wel hele andere ethische kwesties. Ja, want AR is dat je eigenlijk juist iets toevoegt aan de werkelijke wereld. Je projecteert er iets overheen, plat gezegd. En dat kan bijvoorbeeld met je smartphone, die voor je neus te houden met de camera aan. En die laat dan iets zien. Bijvoorbeeld een gebouw met erop een tekening of zo. Tot heel geavanceerd met de Microsoft HoloLens. Wat een headset is die je op je hoofd hebt waar je doorheen kijkt. Je kan je handen zien enzovoort. Naarmate dat meer gebruikelijk wordt en dat soort technologie goedkoper, kan het best zijn dat mensen dat altijd op hebben, zo'n ding. En dus de wereld anders zien dan die eigenlijk is, omdat ze hem anders willen zien. Dat zou kunnen. Waarom niet? En je dus ook geen objectieve wereld meer hebt, voor zover dat überhaupt bestaat natuurlijk. Maar die is er nog steeds, maar die hoef je dan niet meer te zien als je dat niet wil. Nee. Ja, dingen die je niet bevallen kun je uitvlakken of anders maken. Dat is echt heel eng. Hè? Ja, en andersom ook. Dat gaf Doja Snijders van het Rathenouw, die zei dat laatst tijdens een presentatie ook. Wat ook een heel interessant punt is denk ik voor AR specifiek, is dat het is ook daar wordt het onduidelijk wat is onderdeel van de augmented wereld. Dus het virtuele stukje wat je over de echte wereld legt en die echte wereld. En ja, de camera die kan van alles zien. Ook de dingen die waar je op dat moment als AR-gebruiker niet mee bezig bent. Dus ja, waar ligt die grens? Moeten die regels, de verbeterde GDPR die er straks komt, misschien voor VR en AR, hopelijk. Waar is die dan precies op van toepassing? Want als jij dan door iemands beeld loopt, die met een AR-device bezig is, ja, dan zit je eigenlijk in een semi-virtuele wereld zonder dat je het weet. Dus dat is ook, denk ik... Ja, heel interessant, waar ik helaas geen antwoorden op heb. Veel vragen, misschien nog weinig antwoorden. Maar het blijft wel een interessante technologie. En natuurlijk, zoals met alle nieuwe technologieën, is het natuurlijk nooit een reden om die ontwikkeling te stoppen. Maar absoluut wel om er goed bij stil te staan. Ik denk ook dat we nu op dat punt staan dat de technologie is heel betaalbaar geworden. En ook relatief goed voor wat je ervoor terugkrijgt. Dus heel veel mensen gaan er nu naar kijken en ermee spelen en de dingen mee bouwen. Dus nu zullen de meest creatieve ideeën naar boven komen. Dus nu echt deze jaar is wel echt de tijd. Ja. Het is echt een hele leuke fase op dit moment. Er gebeurt van alles. Heel veel events, heel veel mooie ideeën en projecten. Ja, en ik wil ook wel aangeven dat we hadden het net over dat sommige dingen een beetje complex zijn en zo. Maar ook voor mensen die misschien niet zo'n technische achtergrond hebben of die hier nog nooit iets mee hebben gedaan, is er wel echt heel veel. Je hoeft niet direct achter je computer te kruipen en zelf dingen te gaan programmeren. Nee, er zijn al heel veel interessante ervaringen te bekijken of met simpele programma's zelf iets te maken. Dus we willen niet alleen maar negatief Nee, dat is, zijn, maar dat is niet. Inderdaad precies ook waarom we hier denk ik bij elkaar zitten. Want iedereen hoort die geluiden natuurlijk wel. Dat kan misschien ook een reden zijn om te denken van ik wacht toch misschien maar even af met mijn onderzoek of met mijn onderwijsprogramma om hier meer mee aan de slag te gaan. Maar ik denk wel dat zolang er samenwerkingen zijn vanuit Universiteit Leiden, vanuit SURF, om te kijken hoe je met elkaar kan komen tot juist de goede ontwikkelingen en ook met iets minder commercieel oogpunten naar te kijken. Dus echt te kijken hoe kunnen we de onderzoekswereld of het onderwijs vooruitbrengen. Dat heel belangrijk is om dat verhaal ook te vertellen. Ja, en mensen vooral te enthousiasmeren om aan de slag te gaan. Wat zouden jullie mensen nu aanraden om te doen die denken van ik ga hier eens even wat verder induiken en ik heb eigenlijk wel wat ideeën over hoe ik dat zou kunnen toepassen in mijn onderzoek of in mijn lessen bijvoorbeeld. Wat kunnen ze dan het beste doen als ze eigenlijk nog nooit in aanraking zijn gekomen hiermee? Nou, ik zou eerst eigenlijk proberen iemand op te zoeken die er al iets over weet. Ofwel een VR-device zelf heeft. Misschien al wat content heeft gemaakt. En gewoon eerst eens van alles proberen van wat er al is. Dus niet meteen beginnen met, mijn plan wordt dit en dit. Maar eerst eens gewoon kijken, ja, wat bestaat er allemaal al? En ervaren eigenlijk wat het kan betekenen. Dat geeft je denk ik ook een goed beeld van wat je er zelf mee zou kunnen. Als je nou niet toegang hebt tot iemand die zo'n device heeft, dan zijn er zeker op AR-gebied denk ik heel veel interessante voorbeelden die je met je mobiel kunt bekijken. En 360 graden video is nog altijd een goed startpunt, omdat dat een medium is wat je ook vanuit allerlei verschillende devices eigenlijk kunt bekijken. En puristen van VR die zouden zeggen van nee, ja, maar echt een 360 graden video is vooral valuable of hoe noem je dat? Waardevol als je echt in een immersieve omgeving zit, dus echt een VR-bril op je hoofd zet. Maar YouTube staat ook vol met 360 graden video's. Nou, kijk in ieder geval daar even rond. Wat zijn dat dan?
En wat is dan het verschil tussen dat bekijken op de computer op een plat scherm en in zo'n VR-bril? Daar kun je in ieder geval over nadenken. En je hebt ook nog steeds de cardboard systemen. Dus dat zijn eigenlijk de systemen waar je mobiel in slide. En je dan eigenlijk een VR-bril goedkoop na kunt maken. Voor veel doeleinden denk ik niet dat je daar misschien meteen heel blij van wordt. Maar het geeft je wel zeker een beeld van wat is immersieve VR. En er zijn dus ook, er is ook al wel, er zijn wat dingen beschikbaar, ook voor middelbare scholen. Er zijn bijvoorbeeld volgens mij een aantal voorbeelden van geschiedenislessen waarbij die kids gewoon vol in een situatie in de geschiedenis terechtkomen, waardoor je toch misschien veel meer de context van zo'n periode mee kan krijgen. Is dat gewoon vrij beschikbaar? Kunnen leraren dat vinden of hoe komen ze daaraan? Ja, veel dingen zijn wel vrij beschikbaar of tot een bepaalde hoogte vrij beschikbaar. Er zijn je hebt bijvoorbeeld Class VR en Teach VR zijn platformen waarin collecties zijn van een hele reeks content. Een soort van YouTube voor VR voor het onderwijs. Ik denk dat er ook al heel veel 360 graden videocontent op YouTube is die al interessant kan zijn voor het onderwijs. Net als dat een docent wel eens een video opzoekt en die aan zijn leerlingen laat zien. Als onderdeel van de curriculum kan dat ook met een 360 graden video. En er zijn heel veel applicaties die je kunt vinden via de Oculus Store. Er is ook een website dat heet wearvr.com, wat eigenlijk echt een collectie-website is van allerlei applicaties waar je ook kan filteren op onderwijs. Dus dan zie je echt al wat er beschikbaar is en wat je daar dan voor nodig hebt om dat te bekijken. Welke devices zijn die applicaties beschikbaar voor? Dus er is heel veel. Het is even, denk ik, rondzoeken. Nou is het ook zo dat we met Surf ook bezig zijn met een project, een soort van eerste inventarisatie maken om eigenlijk wat eerste handvatten te geven aan docenten en onderzoekers die aan de slag willen. Dus ik denk dat we vanaf januari dat ze ook even op de Surf-website moeten kijken. Kan jij daar nog wat over vertellen, Paul, wat daar de ontwikkeling is? De afgelopen maanden hebben we met Donna onder andere en met de Universiteit van Amsterdam en TU Delft gewerkt aan een project eigenlijk, wat Donna al zegt, om een aantal handvatten te geven. Dus concreet willen we een Getting Started Guide publiceren. Die je eigenlijk een aantal tools biedt van stel ik wil iets met 360 graden video, dan kun je die tool proberen gewoon als eerste stap. Gewoon om een lage drempel te geven aan mensen om eens wat uit te proberen, wat te testen. Dus dat is één van de output. Mm-hmm. Vanuit UvA was er een bestaand softwareplatform voor het gebruik van 360 graden video. Dat zijn we generieker aan het maken met het doel om op een gegeven moment te publiceren als open source. Zodat de hele surf community daar gebruik van kan maken. Mm-hmm. We hopen daar eind van dit jaar een eerste versie van te hebben. We moeten even kijken of dat gaat lukken. Maar dat kan dus een basis zijn voor allerlei projecten. Daarnaast zijn we wat losse experimenten aan het doen. Ik ben zelf naar de HoloLens 2 aan het kijken. Een device van Microsoft, mixed reality device. Wat prijzig is, maar heel gaaf van wat het kan. Het is werkelijk geweldig als je hem op hebt. Hoe je dingen in de wereld kunt zetten, eromheen kunt lopen, je kunt interacteren met Jan. Je hebt hem zelf geprobeerd ook op een gegeven moment. Ja, zeker. Het is heel overtuigend. Ja. Maar dat is allemaal nog niet direct inzetbaar in de dagelijkse praktijk, omdat het gewoon een duur ding is. Het kost €3.500 op dit moment. Ja. Maar dat is wel de toekomst, denk ik. Dus daar kijken we naar om vast even een stapje vooruit te kijken. En we willen nog een social VR-experiment gaan houden. En dat wil zeggen dat we VR gaan inzetten voor een meeting. Met name de XR Era meeting die er aankomt in januari. Gewoon om eens wat te experimenteren eigenlijk met een meeting in VR in plaats van in een videoconference applicatie. Ja, leuk. Ja, en kunnen jullie misschien nog kort aangeven wat jullie uiteindelijke missie is? En misschien Paul, jij voor onderzoek en jij voor onderwijs. Hoe over 10 jaar, waar staan we? Wat zou je graag willen of bereikt willen hebben op dit vlak? Ik denk dat eigenlijk de trend zoals die nu is voortzetten in het gebruik van VR en AR. Je ziet een stijgende lijn, maar dat kan allemaal nog veel sneller en veel harder. Dus dat het heel gebruikelijk is en heel gewoon is om VR en AR toe te passen op de plekken waar het zinvol is. Ik denk dat als dat een stuk makkelijker wordt en dat gewoon duidelijk is dat het ook echt meerwaarde heeft, denk ik dat dan een hele mooie stap vooruit is. Ja. Maar goed, er zijn zoveel factoren die daarbij een rol spelen, die we niet onder controle hebben. Dus en misschien nog niet weten. En die ook nog niet weten, ja, dat is waar. Ja. Zeker, ja. Maar het is absoluut een mooie missie. En in het onderwijs, Donna?
Ja, nou, ik sluit me daarbij aan. En in het onderwijs denk ik, wat ik belangrijk zou vinden, is dat tenminste iedereen die zou willen toegang heeft tot deze media. Of het dan nog steeds een groot device is wat nog steeds zo duur is, of dat het helemaal geïntegreerd is in je mobiele telefoon, dat weet ik niet. Maar dat het in ieder geval niet meer iets is waar je wel of niet toegang toe hebt, zoals nu wel het geval is. En ook dat eigenlijk zowel studenten als docenten als onderzoekers deze media als gewoon als een tool gaan zien. Net als de andere tools die ze nu al tot hun beschikking hebben, als een optie. En niet per se als, ik denk niet dat je het moet zien als iets wat alles gaat oplossen. Maar inderdaad, ook wat vooral belangrijk is, dat mensen dan wel weten ook wanneer ze het willen inzetten, wanneer niet. En dat het ook helemaal niet erg is om te zeggen van, nou, voor dit sla ik VR even over. En over dit vind ik dit echt, ga ik dit helemaal uitgebreid inzetten. En misschien hebben we straks wel een heel bachelorprogramma in VR, bij wijze van spreken. Dat zou kunnen, maar ik denk niet dat alles zo gaat zijn. Nee. Oké, nou, ik denk dat het al een hele mooie opening is voor mensen die er eigenlijk nog niet zoveel over weten, om iets meer ideeën te krijgen bij wat extended reality nou is, hoe ze het kunnen toepassen en dat ze in ieder geval bij jullie terecht kunnen. Dus kun jij de website nog een keer noemen van XRERA? Wat is dat? Ja, dat is XRERA, dus XRERA.eu. En ik denk dat we die misschien ook wel bij de podcast erbij kunnen zetten. Zeker. Als het mogelijk is. Ja, en op de website van SurfNL denk ik dat daar ook een en ander te vinden zal zijn. Ja, ja, het huidige project heet het Surf Explore project. Als je daar op zoekt op de website, dan vind je het wel. Er staat nog niet zo heel veel, maar er komen de loop van de tijd meer dingen bij. Mm-hmm. Wat we sowieso nog van plan zijn, is begin volgend jaar, januari, februari, om een event te organiseren. Waarschijnlijk een workshop vorm, moeten we nog even kijken om zoveel mogelijk input op te halen vanuit de onderzoekers en de onderwijzers in de instellingen. Van wat zien jullie nou als de grote uitdagingen de komende tijd op het gebied van XR? En waar kunnen wij als SURF bij helpen, assisteren? Ja, en ook, mooi. Okay, die datum ligt nog niet vast, maar dat wordt gepubliceerd op SURF.nl. Oké, nou, we gaan de links delen in ieder geval in de omschrijving. Nou, ik wil jullie heel hartelijk danken voor dit gesprek. Ik dank ook iedereen voor het luisteren. Neem vooral contact op met Paul of Donna. Ik zal in ieder geval de informatie van de websites inderdaad nog even delen. Dan kunnen ze jullie vinden. En ga daar vooral ook met elkaar over in gesprek. Dat gesprek blijft ook heel belangrijk. Inspireer elkaar en daag elkaar uit. Veel dank ook aan de podcast Werkplaats hier van de Tolhuis Duin. Als je zelf een podcast wil opnemen en je wil nog graag face-to-face doen, dan wil ik iedereen van harte aanbevelen om dat hier te doen. Ze stellen de ruimte ter beschikking, dus je kan hier zo terecht. Dan rest mij niks anders dan deze podcast af te ronden. Dit is een productie van SURF, de ICT-samenwerking. Dus organisatie van onderwijs en onderzoek in Nederland. Dank voor het luisteren.